Welkom dames en heren bij de Tempelgids. Wij gaan naar de... Ja, hier komt hier de Kwuka Nata. Ik ga hem even spellen voor jullie. Q-U-K-A-H-N-A-T-A. Wij gaan dus onderweg naar de tempel. Ik ga hem even markeren. Ik weet dat ik de goede kant op ga, maar je zou er maar net te ver overheen lopen en weer moeten klimmen. Wie gaat het nu omberen en dat hebben we nodig. Het bokje. Een bokje ook. Zien jullie dat grote ding daar? Daar moeten we heen. Ik ga heel even... Dit gaat mis. Nico, snel. Dit gaan we even krionissen, want het gaat niet goed anders. Even mijn meesterzwaard afdoen. Als je in de onweer loopt trouwens, kun je zien aan de elektriciteit die er nu uit lijkt te komen. Of ze je elektrocuteren. Ook met bogen. Kijk, ook met bogen. En met schilden. Ik heb er nu maar eentje waar ik voor geëlektrocuteerd kan worden. En die heb ik niet op. Linkel. Ga je even gedragen. Omdat het zo lekker aan het regenen is, kan ze niet heel goed klimmen. Maar dat lossen we hier gewoon mee op. Je zit zo weer, Vinkel. Ja. Nou, inmiddels is mijn kater weer toegetreden tot het binnenhangen. Dan was de telefoon het blijkbaar helemaal mee eens. En attenderen jullie weer op het feit dat wij volgende week vrijdag gaan livestreamen. En als je het leuk vindt, gaan wij dit weekend proefstreamen. Hoe klinkt de microfoon? Kunnen jullie ons goed horen? Is het beeld goed? Dat soort dingen. Omdat wij daarvoor een andere camera-app gebruiken, zou ik maar zeggen. Ja. Daar gebruiken wij OBS voor. En voor onze Twitch, waar wij ook live zullen zijn, gebruiken wij de Twitch Studio. Kun je die niet ook gebruiken voor YouTube? Nee. Die specifiek voor Twitch. Dus zullen wij op meerdere platformen live gaan. En misschien zelfs ook wel op Facebook. Maar ik weet niet of dat kan. Nou. We zijn nu hier bovenop. Dit is waar de tempel onder zit. Je pakt nu een wapen waar je niet heel erg aan gehecht bent. In mijn geval even mijn maanzwaard. Daar ben ik eigenlijk wel aan gehecht, maar die leg je neer en je gaat er vanaf. Waarom ga je er vanaf? Omdat die geëlektrocuteerd wordt. Dat is het hele trucje. Dat is waar we het voor nodig hebben. Goed zag, gaat het. Nee, nog niet. Nee, gaan we even kijken.
Het elektrocuteren trouwens gaat in een fase van 3. Of gewoon zo. Alternatief kun je ook geëlektrocuteerd worden als je jezelf laat elektrocuteren, als het ware. Maar dat hoeft dus niet en dat doen we dus ook niet. Je hoort Cas, die zal het je wel verteld hebben. Maar ik heb geen zin om het Cas te laten vertellen. Wij kunnen het je ook vertellen. Toch, Poes? Ja, van de Zedeman. Toch, Zedeman? Als jullie dat hoorden, was hij het maar mee eens. En dit is een zegentempel. Wat wil zeggen, woehoe, we zijn klaar. Bijna. Ja, maar we hoeven geen moeilijke dingen meer te doen nu. Trouwens, een ezelsbruggetje om deze tempel te onthouden. Het klinkt een beetje als Cuco. Ik kan er niet van maken. En daar is heldenbon nummer 14. Zo, dan gaan we nog even een foto maken. En die gaan we er weer van tussen, Lincoln. Tot de volgende keer!